Op donderdag 23 augustus kom ik naar Amsterdam voor een avondvullend programma, een soort kruising tussen een lezing en een workshop. En het gaat over de spirituele visie op ego en liefde en relaties. Spiritualiteit, er wordt zoveel over gepraat tegenwoordig. Wat is het eigenlijk? Ik heb er een soort definitie voor. Spiritualiteit is voor mij alle kennis en methoden die erop gericht zijn de werkelijkheid te herkennen zoals ze werkelijk is, inclusief dus jezelf. Doorgaans hebben mensen een bepaald beeld van zichzelf dat onjuist is. Het is namelijk een aangeleerd zelfbeeld dat helemaal bestaat uit gedachten, herinneringen aan en pijnlijke ervaringen uit het verleden. Boeddhisten noemen dat het ego en het bestaat zo'n beetje uit alles wat je hebt meegemaakt in je leven vanaf je geboorte tot 1 seconde geleden. Het ego ontwikkelt zich dus nog steeds elke dag. Op die avond in augustus zullen we diverse oefeningen doen waarin je je eigen ego zult kunnen herkennen alsof je er van buitenaf naar kijkt. Doorgaans zitten we er immers middenin, dan zijn we geïdentificeerd met dat ego. Maar je kunt dus oefeningen doen waardoor je leert te kijken naar je ego. En dan wordt duidelijk dat het ego niet het eigenlijke probleem is, dat al je ellende in je leven ontstaat door die onbewuste identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld. Nou, die identificatie die kun je dus leren overstijgen door spirituele beoefening. In feite de juiste vormen van meditatie en toepassen van die meditatie natuurlijk in de praktijk van het dagelijks leven. Nou, zodra dat spirituele werk begint een effect te hebben op je leven, kun je met liefdevol gewaarzijn naar je eigen egopatronen kijken zonder jezelf er nog over af te wijzen. Dus daardoor ga je ook op een veel zelfstandigere manier liefdesrelaties aan. Niet langer uit een soort wanhoop en een behoeftigheid en een gemis, maar vanuit liefde en vanuit het willen delen van je overvloed. Zo kun je dus leren hoe je naar je eigen pijnlijke emoties kunt kijken, zonder erin te verdwijnen, zonder erin te verkrampen, zonder dat het beknelling oplevert. Nou, we gaan het op die avond in augustus ook hebben over dat er 2 soorten zelfliefde bestaan. Die van ons ego en spirituele zelfliefde. Je hoort tegenwoordig zo'n beetje overal wel dat je moet leren om te houden van jezelf. Maar wat is dat eigenlijk, houden van jezelf? Nu, ons ego houdt soms van zichzelf. Als je wat leuks hebt meegemaakt, als je succes hebt of erkenning krijgt, of als iemand die jij lief vindt, jou lief vindt. Ego's zelfliefde komt altijd van buitenaf en je moet er steeds weer opnieuw voor aan voorwaarden voldoen. En je kunt je ego dus ook trainen om succesvoller te zijn in het binnenhalen van die liefde en erkenning van buitenaf. Nou, daar is natuurlijk helemaal niks verkeerds aan, het trainen van je ego om meer geluk en meer welvaart binnen te halen. Alleen deze zelfliefde helpt je niet over je lijden heen dat ontstaat als je even geen succes hebt of te lang geen liefde of erkenning van anderen krijgt. Spirituele zelfliefde, dat is wie we werkelijk zijn. Dat is onze natuurlijke staat van zijn die achter het aangeleerde zelfbeeld verborgen zit. Het is de liefdevolle omhelzing van elke ervaring, zowel de leuke als de pijnlijke. En het bevrijdt ons van ego's angst voor afwijzing en voor zelfafwijzing. Kortom, we gaan een hoop leuke dingen doen op die mooie, bijzondere donderdagavond op 23 augustus, ergens in Amsterdam. Tot ziens. Ja.